Goeiedag. Mocht u deze week ons dagjournaal gemist hebben, dan is hier het weekoverzicht van de afgelopen week met de belangrijkste gebeurtenissen van dag tot dag op Regio TV Info Thuis. De QR-fit beweegroute is geopend in Leidschendam. Deze is gratis toegankelijk en voorzien gebruikers elke dag van nieuwe oefeningen en maken bewegen in de buitenlucht toegankelijk en leuk voor iedereen. Hoi, ik ben Kevin Blommestein. Ik ben de buurtcoach van Prinsenhof en er is een nieuwe tweede QR-fit route aangelegd in Leidschendam. Er zijn twee routes. Eén route, dat is de kleine route, die is 3 kilometer, die heeft 7 palen. En de grote route, die is 5,5 kilometer en die heeft 11 palen. Scan de QR-code met de gratis QR-fit-app of de camera van je telefoon en krijg een oefening op jouw niveau. Beginner, gemiddeld of gevorderd. Het mooie aan de beweegroute is dat je elke dag andere oefeningen krijgt. Dit komt door het 24-uur roulatiesysteem achter de codes. Tevens zijn de routes ook altijd gratis te gebruiken. In Voorburg zijn al 2 beweegroutes waar veel gebruik van wordt gemaakt. Een van 5,2 kilometer en een van 6,9 kilometer. In de provincie Zuid-Holland zijn de kosten voor begraven het hoogst van Nederland. Gemiddeld is de prijs iets meer dan 4500 euro voor een eenpersoons particulier graf op een begraafplaats. Vorig jaar was dat nog bijna 300 euro goedkoper. De duurste gemeente in Haaglanden is Leidschendam-Voorburg met ruim 7200 euro voor een graf. Gevolgd door Midden-Delfland, waar een graf ruim 6600 euro kost. Dit blijkt uit onderzoek van begrafenisonderneming Monuta. Die hield de graf- en crematiekosten van 1700 begraafplaatsen en meer dan 100 crematoria tegen het licht. De meeste mensen kiezen tegenwoordig voor cremeren. Voor een crematie met gebruik van de aula moet in Zuid-Holland 1542 euro worden betaald. De prijzen lopen per gemeente en per locatie flink uiteen. Het goedkoopste in Nederland is de gemeente Losser in Overijssel. Daar betaal je 827 euro voor een graf. In Den Haag is de Mars voor de Vrijheid gehouden door enkele duizenden Molukkers. Het is 73 jaar geleden dat de Molukse Republiek, RMS, werd uitgeroepen. Met de 3 kilometer lange mars wordt aandacht gevraagd voor de strijd tegen onderdrukking, bedreiging en het voortbestaan van het volk op de Molukken. Op de Molukken worden de aanhangers van de Molukse Republiek tot lange gevangenisstraffen veroordeeld, ook als hun acties volkomen geweldloos zijn. De Molukkers en hun aanwezigheid in Nederland worden door de Nederlandse regering tot Indonesisch erfgoed gerekend en niet serieus genomen. Met de demonstratie wil de gemeenschap aandacht vragen voor hun positie in Nederland en hun streven naar een onafhankelijke republiek Molukken. De demonstratie is rustig verlopen. Het heeft de koning behaagd om in Nederland bijna 3000 mensen een koninklijke onderscheiding toe te kennen. In Haaglanden kregen 127 mensen een lintje. Deze werden in de meeste gevallen opgespeld door de burgemeester van de woonplaats van de ontvanger. Bijzonder in de gemeente Westland was burgemeester Arends, die bij elke gedecoreerde langs is geweest. In Westland zijn 20 inwoners onderscheiden. 7 personen zijn benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 13 mensen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zo is Els Hanemaier uit Schavenzande benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ze is sinds 1968 actief in meerdere vrijwillige functies, waaronder bij de oprichting van de Westlandse koorvereniging Musica. Dea de Koning uit Monster werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ook zij had veel vrijwillige functies. Ze is sinds 2007 voorzitter van Musica. En onder haar leiding is het koor uitgegroeid tot het grootste gemengde koor van Westland met 135 leden en kwamen vele regionale concerten en samenwerkingen tot stand. En daarom mag ik u het volgende meedelen. Voor al deze verdiensten op het terrein van ontwikkelings, samenwerking en muziek bent u, duwertje Magdalena de Koning Kuipenhoven, bij koninklijk besluit van 13 oktober 2022 benoemd tot lid van de Orde van Oranje-Nassau. Van harte gefeliciteerd. Dat ik hier aan de verte ben. Ik ben blij dat u een jasje aan heeft. Dat maakt het dus makkelijk.
Koningsdag is in de regio Haaglanden rustig en gezellig verlopen. De veiligheidsregio sprak van een gemoedelijke sfeer, ondanks de drukte in bijvoorbeeld Den Haag. Hier een impressie van het feest in Monster en 'Schravenzande. Tot zover het weekoverzicht. Heeft u nieuws te melden? Mail dat naar onze redactie. Dat kan naar redactie@regionieuws.tv of via WhatsApp naar 06 1970 2510. En kijkt u via YouTube, vergeet u dan niet u te abonneren. Dank voor uw aandacht, een fijn weekeinde en blijf vooral gezond.